vrijdag 15 november werd aan wethouder Maurits van Martels van de gemeente Dalfsen het eerste exemplaar aangeboden van een boek met verhalen en gedichten in het Dalfsen dialect. Deze bijzondere gebeurtenis vond plaats bij de groentekraam van Antonissen op de parkeerplaats bij de Rooms-Katholieke Kerk in Dalfsen. En bij deze wil ik dan Wim Verleusen, de voorzitter van de werkgroep, de gelegenheid geven iets te vertellen. Maar wel in plat doen, hè? Probeer. En een boekje aan te bieden. Ja. Probeer. Elke streek heeft zijn eigen dialect. Elke plaats. En er is allemaal verschil. Je hebt het Limburgs, je hebt het Zwols, je hebt het Kampers, je hebt het Gellemuders, zoals ze dat zo noemen. Maar ook in de gemeente Dalfsen heb je een bepaald dialect. En er is toch weer even anders dan in Heino en Ralte. Zelfs de Vechtlabdeur Dalfsen, de gemeente. En aan de noordkant van de Vechten is het nog weer iets anders dan aan de zuidkant soms. Want als we aan de zuidkant van de Vechten het hebben over peren, dan ben je dat gewoon vruchten, peren, weet je wel. Met zo'n steeltje eraan. Nou goed, maar aan de noordkant van de Vecht, dan zeggen ze geen peren, maar zeggen ze paan. En paan, ja, dat is in de zuidkant van de Vecht weer heel wat anders. Want door wat mee bedoeld, de twee lieveneersbiesjes op elkaar zitten. Vul je wel? Dat is paan. En hier noemen ze paan peer. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Ja, dat is een mooie. Je moet goed weten wat er zich in het verleden heeft afgespeeld. Wie het verleden niet kent, die kan de tegenwoordige tijd niet doorgronden en die kan geen richting geven aan de toekomst. Dus daarom is het zo belangrijk dat je ook weet wat er zich in het verleden heeft afgespeeld. Met de eerste warme zonnestralen vergeet je al uw winterse kwalen. De warme trek hoe weer in de hoed en de koude de ruut, dat doet u goed.